Yo mensen, tot in deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999 met vandaag de nieuwe Spelen Square Mode. Je hebt het horen gekregen, Santiago Gimenez Square Mode is ja, jammer genoeg tot een einde gekomen omdat IEFC ja, FC een bug had waardoor ik die Van Polen en Gimenez Square Mode niet meer kon doen. En ik dacht van weet je, bij Van Polen konden we nog uh, opnieuw beginnen maar van Gimenez duurde we al zo ver. Dus ik, besloot gewoon, ja, ik heb gewoon besloten om die queer Mode te stoppen. En een nieuw club moet beginnen. Het is nu met de keeper Mickey van Sas. En we gaan kijken of we met deze doelman ver kunnen komen. Het Nederlands elftal kunnen behalen. En misschien de top in het buitenland ook kunnen bereiken. Elke aanbinding die we kunnen krijgen qua clubs. Mooie clubs. Niet al te groot misschien. Sommigen wel. Maar dan weer een stapje terug. Aannemen. Kijken of we die club kunnen helpen als keeper zijn. Om heel vaak de nul te houden. Of belangrijk te zijn als doelman. Is maar bij Feyenoord zien, te slagen. Justin Bailo doen, vergeten. Dat gaat nog lastig worden. Hier spelen we gelijk. We spelen nu alleen de verschappelijke wedstrijden. Kijk hoe dat gaat worden. Trouwens, het kan zijn dat jullie deze video later op de woensdag zien. In verband met dat ik een storing heb bij KPN. Ja, het zal eens niet KPN. Ik heb meerdere vrienden van mij hebben er last van. Dus ik ben niet de enige die het heeft. Maar is het wel niet IE? Is het nu KPN die storing heeft, door mijn internet niet echt werkt. En ik niet de video's kan uploaden. Um, dan zou ik ze dus heel even... Uh, een hotspot moeten selecteren met de telefoon, dat ik het wel kan doen. Maar ja, ik ga even kijken of dat lukt of niet. Anders gaan jullie dus later, hopelijk als ik wakker word, um, deze ochtend, is het weer gefixt. Dat het gewoon weer doet, het internet. Zodat ik het gelijk in die ochtend online kan gooien. Zo ja, dat heb ik eens gezegd. En zowel dan um, krijgen u het later vandaag van mij te goed. Dus houd sowieso het kanaal in de gaten. Dan zien jullie deze video gewoon voorbij komen. Uh, wij hebben hier nu weer de eerste aanval tegen een lens. Kijken of we hier richting een 2-0 of een 1-1 kunnen gaan. Bedoel ik, sorry. Stanks. Timber. Timber goed. Bal terug en de gelijkmaker. Het is inderdaad Timber die hem maakt. Ze dus komt vaak op een 1-1 gelijkstand. Laatste 10 minuten ondertussen aanval voor Lens. De bal is onderscherpt. Goed. Ja, De bal niet behouden voor Feyenoord. Het was een overtreding. De dus trap is er. Waar tap wordt weggehaald. Laatste 10 minuten van de wedstrijd. Bal bezit voor Feyenoord. Goed gedaan. Santiago Jiménez. En we weten natuurlijk hier nog steeds met Jiménez te scoren. Ook al is het nou weer gewoon niet dat wij Jiménez zijn. Maar hij ziet er wel de 2-1 binnen. Goed gevoel. Goede wedstrijd. En nu, de 83, komt er nog een kans voor Lens. Voor een, een eventuele gelijkmaker. Maar die bal gaat achter. Dan nog een hoekschop. Voor de 84 minuten minuut. Feyenoord weer. Volg hier voor Kelvin Stenks. Geeft de bal goed voor. Slingert hem voor. Maar hier bij Zeruki. Ja, Hambaks, Timber, Geertruida. Gitruida kans hier voor um, Feyenoord. Kan nog steeds. Geertruida krijgt er wel niet bij een medespeler. En dan eindigt hij in 2-1 deze vriendschappelijke wedstrijd. En zo gaan wij door naar de volgende, laatste vriendschappelijke wedstrijd voor Feyenoord tegen uh, Almeria, volgens mij. De Spaanse club een training doen. Richting 62 algemeen gaan wij met uh, Mickey van Sas. En wij gaan we in dat spelen tegen Almeria om vijf uur hier in de Kuip? Gaan we hopen op een goede afsluiting van deze verschapelijke wedstrijden? En hopelijk een goed vol naar de eerste competitiewedstrijd te gaan. Ook voor onze keeper, zijn natuurlijk. In ieder geval is het Almeria die de eerste tegenaanval krijgt. Wij hebben tot nu toe vrij weinig te doen gehad. Hier voor Vera. En weer. Getemd, -0 -0. Nu komt er een Sasch op voor Almere. Kunnen wij? Die Sas op Is het van Sass of Vairi? Vira doe ik, sorry. Maar het is wel Vira die scoort. Zo is het 1-0 voor, Almere, voor uh, deze Spaanse club. kunnen wij. Hebben wij nu een slechte uh, beoordeling. 4,1. Moet we wel gaan veranderen. Want tussen 41 minuten weer een kans voor Feyenoord. Tegenaanval. Moet de vergouwen 1-1 komen van Den Belt. Goed. Goede paas ging bij de spel. Pak Chao. en die schiet er dan de 1-1 binnen. Kijk, ze komen weer op gelijke hoogte. Komt nu weer Almeria. Almeria met het volgende kans. Zo een vak voor het einde van deze eerste helft. Kunnen ze de bal um, bij zich houden? Nee. Ondertussen de tweede helft weer een kans voor diezelfde ploeg. Die moeten wij weer zien te Lukt dat die verdediging? Nee, ja, dat lukt niet. Dan moet hier de bal. Gaat naar. Ik wou zeggen, Dan moet hij nou voor van Sass zijn, maar die ging er niet in. Minuut 66. Nog steeds 1-1. Fijn, dat komt hier ook niet uit. En het is de bal weer voor de tegenpartij. Oh, Feyenoord schept nu. Dan komt er een countermogelijkheid. Hier, Santiago Jiménez. Jiménez voor een 2-1. Jiménez voor 2-1. We staan voor. Uit 66. Santiago Jiménez. Laatste 20 minuten nu. Weer een aanval voor Feyenoord. Wordt het dan 3-1? Nee, dan wordt het van de bal gezet. Nu opnieuw weer een kans. Laatste kwartier van de wedstrijd. Boos het weer voor Feyenoord. De bal goed voor. En die gaat er niet in. Nu de andere kant. Goed schop. Bal weg naar voren gekomen, maar daar gaat het natuurlijk niet in. En dan eindigt deze wedstrijd in een uh, 2 1 overwinning. En een goede voorbereiding, zeker voor, um, voor Van Sas. Op zich wel. De laatste wedstrijd misschien minder van het maatschappelijk toernooi. Maar goed. Oh, sorry. Neem mij niet kwalijk. We gaan onze eerste wedstrijd spelen in de Eredivisie tegen NEC. Vaardig NEC in de kaap gaat Van Sas de 0 houden. Dat gaan we natuurlijk wel vanuit. Tenminste, dat hopen we. We gaan het zien. Of wij de ook kunnen houden. Het is de aanval. In ieder geval voor NSC. maar VAR de bal weer goed onderschept heeft. Komt er een kans? Ja, en Feyenoord komt op voorsprong. En het is... Is het een pak Ciao. Ik kon het er zo snel niet zien. Maar het is wel 1-0 voor Feyenoord. Ondertussen is het vlak voor rust. 44 minuut Kans nu. Voor NEC. Jiménez moet de druk zetten. Verdonker heeft de bal nu de bal weg. 53 minuut, tweede helft. Dus ze begonnen al steeds 1-0 voor Feyenoord. Al steeds de 0 gehouden Dan 2-0. Ja, 2-0 Feyenoord. En weer Santiago Jiménez. Nu, laatste 25 minuten. Zal dat 2-0 voor Feyenoord? Kan het, uh, Komt er nog een kans aan dan? Voor de tegenpartij. Nee, dat feit onderschept goed. Hier, Jiménez. In de voeten van de tegenspeler. Laatste kwartier nog steeds. Weer een aanval nu voor Feyenoord. Hier van de meld. Van den Belt. Van den Belt. Komt nou een goede voorzet. Ja, hier komt de kans, maar die wacht er niet in. Wordt gered. Maar het eindigt wel. In 2-0. De nul gehouden dus van Sass. Zijn eerste Eredivisie debuut. En hij houdt de nul. Zeer goed voor hem. Wat is onze eerste volgende wedstrijd? Ajax. De klassieker. Die is voor de volgende aflevering, jongens. We gaan de klassieker krijgen. Bedankt voor het kijken. We gaan kijken wat hoe, van, hoe Van de Sass het gaat doen in de klassieker. De volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik later. Doei doei.